Dit is zo satisfying. Oh, hebben jullie dat ook? Nou, ik wel hoor. Oh. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. En vandaag wordt het een tuinvlog, toch? Ja, zo kunnen we hem wel noemen eigenlijk. Want weet je nog, Nova, dat we hier in de voortuin waar wij nu zitten, dat we daar toen alles hebben opgeruimd? Ja. Wat hadden we ook weer allemaal gedaan? De vloer, dit helemaal schoongemaakt en de bladeren opgeruimd. Precies, en als ik hem even zo draai, dan zie je helaas al wel weer een beetje het zwarte terugkomen. De hoge drukspuit heeft zijn werk goed gedaan. Maar dat komt soms natuurlijk op een gegeven moment wel weer terug. Maar dan zullen we gewoon in de lente zo'n beetje even nog een keer deze tuin gaan doen. Maar ja, de achtertuin, die ziet er dus eigenlijk echt niet uit. Wij hebben de voortuin nu dus wel zo goed als klaar. Die is winterklaar, is echt wel helemaal goed. Maar we willen ook de achtertuin nog even gaan doen. Want die tegels zijn heel erg vies. Oh ja, zijn echt heel erg vies. En we gaan jou, wat gaan we weghalen? Wat gingen we ook weer weghalen in de tuin van jou? De zandbak. De zandbak weghalen, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Want ja, daar zijn een beetje uitgegroeid. Gaat ook al een beetje kapot. Dus eigenlijk willen we jullie nu gewoon gaan meenemen naar een tuinvlog. Waarin we de hele achtertuin mooi gaan maken. Dus op naar... de achtertuin! Yay! Die zandbak gaan we dus weghalen. Die valt van ellende bijna uit elkaar. Staat hier al een aantal jaren. Is heel erg aan het roesten. De planken beginnen los te laten. Dus die gaan we uit elkaar halen en naar de stort brengen. Uiteindelijk. Dat gaan we niet vandaag doen naar de stort. En voor de rest ga ik nog de tegels helemaal schoonmaken. Dus we gaan zorgen dat we even alle bladeren weghalen. Maar al die verkleuringen die jullie hier zien, dat is niet dat het nat is. Maar dat is gewoon smerigheid. En dat wordt dus ook hartstikke glad. Dus de hoge drukspuit die halen we weer eens uit de kast. En we gaan zorgen dat dit allemaal weer helemaal mooi egaal een kleurtje krijgt. En dat laten we natuurlijk weer aan jullie zien door middel van diverse timelapses. Dus heel veel plezier! Nou, we hebben de boel even anders neergezet op deze bak met onze loungekussens. Die stond eigenlijk eerst daar. En wat zat daarachter? Hele grote dikke vitrine. Gadverdamme. Ja, die waren echt eng. Maar die heb ik verbrand met WD-40 aan de aansteker. Ik weet dat het niet helemaal diervriendelijk, ja, diervriendelijk is, maar zulke spinnen. Ja. Ja, dus nu zat hij daar. Nou zit hier even leeg, dus dan ga ik even met de hoge drukspuit eerst deze tegels proberen schoon te spuiten. Precies, proberen. Zo, check even wat we hebben gedaan. Dit is wel een hele saaie zandbak zo. Ja. Ga je hem zo laten, Nova? Nee, gaat het weg. Hij gaat weg. Ja, hè? Hé, er loopt een spinnetje. Hallo, meneer Spin. Hallo. Vind je hem niet leuk of zo? Wat doe je ineens aan die kant? Wow. Moet je agressie kwijt, ja. Of zo? Ja. Zo. Even gras maaien. Dit is zo satisfying. Oh, hebben jullie dat ook? Nou, ik wel hoor. Oh. Wauw, wauw, wauw. Wat een mega verschil. Jullie zien het. De tegels zijn gewoon weer om op te lopen. We glijden niet meer uit. Geen rare vlekken erin. En hierachter is het ook veel groter. Dus het oogt groter, het is niet groter. Nu deze hier aan die kant staat met daarop de skelter van Nova. En dan hebben we de bakken gewoon wat makkelijker waar je bij kan om weg te zetten ook. En we hebben natuurlijk nu een hele grote groene vlakte. Met een mooi vierkantje. Zo. Nou, dat is een mooi plekje zo. Maar ja, daar moeten we natuurlijk ook nog wel wat voor bedenken. Trampoline! Trampoline? Trampoline. Dat moet. Dat moet? Nou, dat moet helemaal niet. Het zou wel een leuk idee zijn, maar we hebben nog eigenlijk geen besluit genomen. Hebben jullie misschien een idee, kijkers? Wat zouden we hier nou kunnen zetten? Of kunnen doen? Of kunnen maken? Of ja, wat kunnen we hiermee? Nova is dus wel een fan van een trampoline. Maar ik ben heel benieuwd. En wat zijn wij blij met hoe de tuin er nu uitziet. Het was een hoop werk. Heeft even geduurd. En vooral Dennis heel veel tijd kwijt geweest met het spuiten van de vloer. Maar het resultaat mag er zeker zijn. Wij willen daarom nu deze vlog gaan afsluiten. Ben je nog niet geabonneerd? Wat gaan we dan doen? Ja, hè? Even klikken inderdaad. Doe maar gelijk het belletje ook. Ja. Ja, want dan hebben we in ieder geval, krijg je een melding als wij een nieuwe vlog online hebben. Precies. Laat ook een blauwe duim omhoog. Heel goed. En dan kunnen wij niets anders zeggen. Tot de volgende vlog. Doei! De katten hebben heerlijk geslapen op hun nieuwe plekje waar de kattenkrapaal slaapplek zit. En zoals jullie zien zijn die tegels zo ontiegelijk smerig. Het is niet wat nat is, maar het is dus gewoon allemaal zooi van regen, bladeren en wordt dus ook spiegelglad. Dus we pakken straks ook de hoge drukspuit erbij. Love you, papa!